dat het momenteel het bevolking van Suriname ze gebruiken medicijn. Ja, die doktoren die geven die mensen medicijn zonder onderzoek. En dat vind ik een kwalijke zaak. Mensen betalen hun geld om medicijn te krijgen om te gaan sterven. We hebben doktoren hier, zoals Jagannath en Ramnathan. Wanneer u bij een dokter gaat, dan moet hij is verplicht om je te onderzoeken. En als hij dat niet kan doen, dan moet hij u verwijzen naar een arts. Die een grondig onderzoek voor jou kan doen. En dan pas kan die persoon een medicijn drinken. Maar deze mensen, als je die doktoren zegt van luister nou, ik heb een pijn. Dan schrijft die man als een professor. Ik schrijf een recept voor jou, ga deze medicijn drinken. En die medicijn wat ze jou geven, helpt jou niet. Maar gelukkig, ik heb jarenlang geleid met een pijn op mijn borst hier. En wanneer ik bij die doktoren ga, weet je wat ze me geven? Ze geven me maagpap en andere medicijn om te drinken. En wanneer ik thuis aankom, dan voel ik meer pijn aan mijn lichaam. Jaren, bijna 7, 18 jaren heb ik geleid met deze pijn. Maar gelukkig zijn er artsen uit Nederland gekomen, hier in dit land Suriname. En ik ben blij met deze regering, dat ze doktoren hebben gebracht die mensenleven kunnen redden in dit land. En ik heb een medicijn gehad, misschien wil ik jullie even wijzen wat voor medicijn het is. Ik heb deze medicijn gedronken, die pijn is al weg. Helemaal weg. Ja? En ik ben blij dat mijn gezondheid nu op de juiste manier werkt. Ik heb geleid als ik jullie zeg, als die dokteren van die keri niet willen werken, laat ze andere plaats geven. We hebben genoeg doktoren hier in het land. Ik heb ook familie die doktoren zijn. Ik heb ook, als je belt naar Paramaribo, dan vraag je van dokter King. Dan weet je precies, ik heb ook familie die doktoren zijn. Maar ik wil niet opscheppen. Maar op deze moment moet ik zeggen, omdat er mensen zijn hier in Ikeri, die medicijn drinken en ze worden niet beter. Je geeft die man een recept, je geeft die man medicijn, een hele pakket. Als een, wanneer je bij de steker gaat op doodse posten naar Guyana, geef je die man een hele doos en die man wordt niet beter, die man wordt erger. Kijk, ik word ook een beetje boos ervan, omdat ik jarenlang heb geleid. En die Hindustanen van Ikeri zijn bang om te praten. En dat is een probleem. Maar vandaag heb ik dat initiatief genomen om de mensen op de hoogte te stellen van mensen, drinken jullie geen medicijn zomaar. Ga eerst een onderzoek doen. Er zijn goede artsen gekomen uit Nederland. Mensen met een goede deskundigheid. Laat ze jullie eerst onderzoeken, grondig onderzoeken. En dan pas krijgen jullie een recept van die persoon. En dan gaan jullie medicijn afhalen en dan gaan jullie medicijn drinken. En dan gaan jullie zien dat er een verandering gaat komen met jullie gezondheid. Dames en heren, bevolking van Suriname, ik ben blij vandaag om hier te staan. Om met jullie te praten als een jonge man van Ikeri. Om jullie verstand te gebruiken. Ook mensen van de polis, mensen van Wageningen. Laat ze eerst een grondige onderzoek maken. En dan gaan jullie medicijn drinken. Je bent geen professor, je bent een dokter. Maar er zijn meer hogere mannen dan jou. En dan verwijs je die persoon, als je die persoon niet weet wat voor ziekte heeft die persoon heeft. Dan verwijs je die persoon naar een andere dokter. Ik weet dat we de landkas van Suriname van Suriname willen versterken met geld. Maar niet op deze manier. Begrijp je wat ik bedoel? Niet op deze manier.